Welkom bij een nieuwe aflevering van Arne Fotografeert. We gaan vandaag naar de Bardascon. Dat is een 426 meter hoge vulkanische berg aan de noordwestkant van het Balatonmeer in Hongarije. Oh ja, voor ik het vergeet te zeggen, het is 5:30 ochtends en om 6:00 gaan we vertrekken naar de Bardascon. Het is 3 uur rijden. Het is best een eindje rijden, dus we maken er ineens een dag uitstap van. Ik ben nog nooit aan een Balaton geweest, laat staan aan de Bardascon. Dus ik ben zeer benieuwd wat we daar allemaal te zien krijgen. We hebben juist een lift gekregen
van deze jeep. En we zitten nu nog niet boven. Jim gaat al fotograferen. Want dat is het Balaton. En we moeten nog hoger gaan. Dan heb je een heel mooi uitzicht. Ja, Balatonmeer is groot, ja. Heel mooi. Maar ik wacht met fotograferen totdat ik helemaal boven ben. Zwaait eens aan de camera. Hoi! We zijn nu aangekomen aan de uitkijktoren en heel veel toerisme. En we gaan er nu opklimmen, ik en Jim. Ja. Ik ben altijd slachtoffer. Altijd slachtoffer, ja. We wachten even op Jim. Ik ben benieuwd hoe dat het eruit gaat zien. En droog. En droog niet. Ja, dat is makkelijk gezegd. Maar toch niet. Maar hoog zeg. Ze zijn wel gebeurd, hè. Ze zijn wel dronken van die rond te lopen. Ze is een uur. Maar schonkie. Oh my god, Sita. Wow. Het uitzicht. We hebben het gehaald.